laat is het gebeurd. Was je erbij? Nou, dat is op zich wel mooi. Nee, verder eigenlijk niks bijzonders. Ja, Anton die gaat weg, dat is alles. Van de zaak, ja. Thomas? Wie anders? Ik ben nu moeder geworden, dus ik kan het er niet bij doen. Nee, dat is vanavond. Ja, ze is tenslotte mede-eigenaresse. En ze wil met je uit eten? Ja. Om over die opvolging te praten? Nou, ik neem aan van wel, ja. Waarom doen jullie dat dan niet gewoon op kantoor? Ja, weet ik niet. Dat heb je soms, dat je ergens de tijd voor wil nemen. Dan ga je met elkaar uit eten. Met z'n tweetjes. Ja. Ja, kom op nou, zeg. Wat denk je nou? Veel te oud voor je? Nou ja. Ja? Ja. Okay. Moet ik een ontbijtje voor je maken? Je moet niks. Sorry, ik ga een ontbijtje voor je maken. Nou, geen haast, die moet pas om 11:30 op de zaak zijn. Oh. Die melk is zuur, Esther. Ik ruik toch dat die melk zuur is? Die melk is niet zuur, zo ruikt melk en ik heb geen andere melk. Ik wil gewoon alleen koffie met verse geklopte melk. Anders wacht ik wel tot op de zaak. Ga je meteen naar de zaak of ga je eerst nog bij je fotomeisje langs? Misschien heeft zij verse melk. Ze heeft verse borsten, dus waarschijnlijk heeft ze ook wel verse melk. Daarom ga ik liever bij Fien zitten en zeg ik gewoon niks. Dat is beter. Dat heb je zelf gezegd, dat dat beter is. Ze komt er toch wel achter. Nee. Dat zei ik ook tegen. Oké, tot vanavond. Vanavond zeg. Ja, ik kom misschien wat later. Aan je? Ja. Hij heeft een minnares. Ja, of een minnaar. Kan ook. Het is een beest. Ach ja. Some gays have it. And some gays don't. Nou, ik weet het niet. Ik denk dan toch Australië. Leuk? Ja, zeggen ze. En ik mag niet mee. Wil je dat dan? Ja. Ja, tuurlijk. Mag je mee, tuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik ga wel echt reizen. Het is niet van luxe hotel naar luxe hotel. Waar je gaan kamperen dan of zo? Nee, dat ook niet. Maar ja. Goh, ik wist helemaal niet dat je dat zou willen. Daar moet ik me wel even op instellen. Je hebt er wel krokodillen, hè? De meeste mensen kunnen wel iets. Maar ik kan niks. Ik ben eigenlijk alleen maar goed in bed. Sorry. Zou jij niet werk gaan zoeken vandaag? Ik heb al gezocht. Waar? In de stad en zo. Niks gevonden, zeker? Ze willen alleen maar glazenwassers en stucadoors. Nou, je moet ergens beginnen. Misschien moet ik gewoon gigolo worden. Ja! Huur ik je dag en nacht in, 24/7. Kan je helemaal niet betalen, joh. Oh, nee? Ik krijg gigantische korting. Wat moet je doen vandaag? Ik moet op de kids van de eerst passen. Die moet op de zaak zijn in verband met de overdracht. Ben je goed met kinderen? Ja, ik geloof het wel. Zullen we er eentje maken? En dan word je mijn gigolo en huisvrouw in één. Ja, waarom niet? Je hebt gelijk. Waarom niet? Ik zie je vanavond zeker weer. Ik neem je mee het eten. Jij mij? Ja, anders gebeurt het niet. 6:30, dan haal ik je op. Oké? Ciao.
En Martijn? Onzin gedoe, het is gewoon een moeilijk kind. Ik doe dus niks. Kun jij niet een fake document maken, dacht ik zo. Iets waarin staat dat hij onterfd is of dat zijn erfdeel is weggegeven aan sloppenkindjes, maar wat gewoon nep is. Notarissen worden niet geacht nepdocumenten op te stellen. Dat kan ik echt niet doen. Maar ik heb het maar heel even nodig. Esther, dat kan niet. Hé, en als jij nou eens iets maakt dat de waarheid spreekt, maar totaal onbegrijpelijk is. Op de buitenkant schrijf je herziening erfrecht familie De Winter. En dan krijgen we een heel lang verhaal waarin touw aan vast te knopen is, zoals altijd bij jullie. Maar dat de waarheid spreekt, maar dan zo ingewikkeld dat niemand het begrijpt. Nou ja, alleen een beëdigd notaris dan. Ja, je gaat me toch niet vertellen dat jij niet een veel te lang en totaal onbegrijpelijk document kunt opstellen waar niks in staat. Jij doet de hele dag niet anders. Oh, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat begrijpen. En jij begrijpt het zeker. Ik heb mijn hele leven bij een familie willen horen waar ik niet bij mocht horen. Ik mag er gewoon bij horen, maar ik wil het niet. Hoe? Je wilt het niet of je durft het niet? Je moet op een gegeven moment die zaak in. Dat weet je heel goed. Misschien heb jij een heel klein duwtje in je rug nodig. Dat ga jij me geven. Ja? En hier is de siroop. Maar dan moet je wel een beetje opletten als ze het zelf doen. Want Laila wil dan nog wel eens de helft siroop en de helft water. Brood hier, beleg in de koelkast, kaas, worst, nou ja, dat weet je nog wel. Hier in dit kastje chocopasta, pindakaas, jam, maar dat eten ze eigenlijk niet. Ik vind het allemaal wel hoor, en anders vraag ik het wel aan Soraya. Ja? Gaat het allemaal lukken? En als het nou niet lukt, dan moet je me gewoon bellen, ik hou mijn telefoon aan. Zijn het zulke lastige kinderen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Maar ik vind ze behoorlijk lastig. Sterker nog, ik vind ze vrij onmogelijk. Er wordt altijd gediscussieerd. Het is nooit goed. Het moet altijd anders. Nee. Behoorlijk onmogelijk. Nou, ben benieuwd. Ja, zet hem op. Ik moet nu gaan, maar als er wat is, als het heel erg moeilijk is, dan bel je me gewoon. Ja? Sterkte. Zet hem op. Sorry, jongens. Brug stond open, vrachtwagen op de weg. Neem aan dat jullie zonder mij begonnen zijn? Eigenlijk niet. Maar dat hoeft ook niet. Misschien moeten we deze hele bijeenkomst meer zien als een... Ritueel. Als een ritueel. Ik zal voorlopig fungeren als ad interim. En ondertussen gaan we lekker wat roddelen en konkelen en babbelen we een beetje met elkaar. Gaan we uit eten, om te kijken wie het echt wordt. Ja, zo gaan die dingen. Ja. We hebben van de week al van alles doorgenomen, pap. En ik neem aan dat we je ook nog wel eens kunnen bellen, als er iets is. Hoewel ik nu niet zo goed zou weten wat dat dan zou moeten zijn. Kun je nagaan hoe overbodig ik al was geworden. Oh, zo bedoel ik het niet. Nou, zo hoorde ik het wel. Mijn schuld. Maar... Maar wat... Op de valreep, mag ik nog wat vragen? Uiteraard. Dat gedoe met die familie Aronson, gaat het door? Zeker gaat dat door. Wij zien vanmiddag David Aronson. Is hij speciaal voor uit Tel Aviv gekomen? We betalen ze 2 miljoen euro als aflossing van de schuld. Ja. En dat is financieel wel verantwoord. Tja. Tja? Wat is het voor een antwoord? Tja.
Zij zijn de eigenaren. Zij zeggen dat het moet, dus dan moet het. En hoe wordt dat boekhoudkundig geregeld? Daar zou ik je echt niet mee lastigvallen. Kijk, het wordt geregeld en het is niet eens onwettelijk. En publicitair? Afspraak is dat het buiten de publiciteit blijft. Op straffen van? Op straffen van niks? Jullie realiseren je dat als dit bekend wordt, dat we geld betalen aan een Joodse familie, terwijl we het gestolen hebben van iemand die omgekomen is in een concentratiekamp, dat we weg zijn. Dan kunnen we het bedrijf opdoeken. Is er iemand hier die zich dat realiseert? Ik hou me hard vast. Iris? De vraag is moeilijk te beantwoorden. Het heeft natuurlijk verschillende kanten. Aan de ene kant zijn we blij met het geld en respecteren we het gebaar en de eerlijkheid. Maar aan de andere kant... Word je wel ineens met je neus op een aantal feiten gedrukt, ja? Ja, dat is logisch. Maar ook dat heeft verschillende aspecten. Ik bedoel, het gaat natuurlijk over mijn familie, maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik ben mijn opa niet. Ja, ik ben ook mijn vader niet. Wij zijn ook mijn vader niet. Nee. Zo is het. Ik denk ook niet dat je het moet zien als boete doen of wie de koet mag noemen of zoiets. Maar als het aflossen van een schuld. Alsof uw vader het geld op een bank heeft gezet. En dat u het nu kunt opnemen met alle rente die daarbij komt. Ja. Misschien moeten we het nog even hebben over het publicitaire aspect van de zaak. We houden het buiten de publiciteit. En kunnen we daar iets over afspreken? Nou, dat hebben we al gedaan, toch? Ja, toch? Waarom doet u dit eigenlijk? Ik was altijd zo trots op mijn vader. Ja, op hoe hij het gedaan had in zijn leven. Zoveel beter, dacht ik, dan... Mijn vader. Ja. Ja, je hebt gelijk. Het is een schuld die betaald moet worden. Dat is wel het minste. Iemand nog limonade? Ja. Jij maakt een boot. Wat leuk. Nee, een krokodil. Een krokodil? Natuurlijk. Maar ik wil misschien ook wel kinderen. Wou je eerst toch niet? Nee, maar als je een goed huis hebt. Ik bedoel niet het gebouw, maar je leven mensen waar je van houdt. En dan lijkt het best heel erg leuk. Oh, je wilt ze met ons? Ja. Zou jij geen kinderen willen? Au. Wat? Pijnlijke plek. Je wilt ze wel dus? Ja, natuurlijk. Lijkt me geweldig. Ja, dat is dan toch prima?
We nemen met z'n drieën kinderen. Ja. En jij bent de moeder, neem ik aan. Oh ja, nou, jij mag het ook proberen. En de vader is dan... Nou, dat weet ik dan moeten zijn. Die andere is jouw broer, weet je nog? Antje. Nou, waarom niet? Heb je er nog over nagedacht? Waarover? Over mijn voorstel. Om alles hier makkelijker en soepeler te kunnen laten verlopen. Oh, dat? Dat jij voor 51% eigenaar zou worden en ik 49? Ja? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. En waarom niet? Daar hoef ik niet over na te denken. Dat doen we niet. Daar zie ik helemaal niks in. Ik vind sowieso dat wij ons niet met de zaken moeten bemoeien. Wij zijn vrouwen, Eva. Vrouwen van vroeger. Ik heb er niks op tegen dat vrouwen in machtige posities terechtkomen. Maar daar moeten ze wel voor zijn opgeleid en dat zijn we niet. Zo is dat gewoon. Dus we doen het niet. Even goede vrienden, toch? Goh, daar maakten ze veel mee goed. Niels wierp een laatste blik op de etalage om zich het hemd in het hoofd te printen. Jij praat wel veel, zeg, vroeg hij nog. Hoi. Hoe ging die? Ja, heel goed. Nou, kom, help even. Tanden gepoetst en we gaan zo douchen. En Soraya heeft haar huiswerk voor vrijdag ook al af. Hebben jullie al gegeten dan? Ja, tuurlijk. Wat dan? Gewoon, we hebben wat gemaakt van wat er over was, samen. Was lekker, toch? Ja. En ja, verder hebben we samen gestofzuigd. Verstoppertje gespeeld, wat nog meer? Geverfd. Geverfd, ja. Nou, ze waren gewoon heel erg lief. Echt waar. Dus als je me vaker nodig hebt, dan moet je maar bellen. En aan die mensen gaan ze 2 miljoen euro betalen. Vanuit het bedrijf. Vanwege die schuld in de oorlog? Van na de oorlog, ja. Heeft dat geld toch in de oorlog ontvangen? Na de oorlog niet teruggegeven. Hoe dan ook, maakt niet uit. Als dit in de publiciteit komt... Wat dan? Dan is het hele bedrijf weg. Is alles weg. Dan kunnen we opnieuw beginnen. De familie. Oh, de familie. Anton Zwager. Dit moet ik even... Ja, maar mag ik dan u over 5 minuten terugbellen? Ja, dat is goed. Ik moet hier even wat papieren bij pakken. Je bent natuurlijk niet zomaar weg uit het bedrijf, hè? Ja, hi. Ja. Wat? Ik zei u. Oh, ja. Het komt. Ik ben met mijn ex-vrouw. Nee, de andere. Dat was mijn oorspronkelijke ex. Dit is meer mijn recente ex, zal ik maar zeggen. Tenminste, dat wil zeggen, ze is mijn ex helemaal niet, nog niet. Ik vraag me ook af of ze ooit mijn ex zal worden, maar het is allemaal nog erg onduidelijk. Maar het heerlijkste waar ik nu aan kan denken is om alles en iedereen te verlaten. Achter me te laten en met jou naar Australië te vertrekken. Het lijkt me echt heerlijk. Oh, dat lijkt me ook heerlijk, maar ik heb een eetafspraak vanavond. Maar misschien daarna? Tot laat kan ik je bereiken. Oké, goed. Ja, bye. Ben je aan het doen? Koken. Maar je weet toch dat ik vanavond buiten de deur heet? Moet ik dan maar verhongeren? Oh, sorry. Nou, het is eigenlijk ook een beetje voor morgenavond. Want ik dacht, als ik het nou vanavond klaarmaak en ik proef het voor... en het is oké, dan ga ik het jou morgen voorschotelen. Goh. Ja, het is ook... Ik doe het gewoon uit het kookboek, hoor. Het is niet zo ingewikkeld. Maar dan nog? Weet je, ik dacht, als ik het dan straks niet meer voor mijn jeugd moet hebben... dan moet ik gewoon maar heel goed kunnen koken, vind je niet? Even kijken, hoor. Snij de kipfilet in dunne ribjes. Moet te doen zijn. Ik ben zo weg, oké? Okay? Mm-hmm. Ga je het laat maken? Geen idee. Ik weet niet hoe het loopt. Nee, dat is ook zo. Dat weet ik ook niet. Je weet niet hoe het loopt. Even kijken. Rooster de pijnboompitten. Oh, die pijnboompitten. Wat doet die pijnboompitten nou?
Nou, dag. Dag. Nee. Het is er nou. Mag de tafel toch wel mooi dekken? Ja, natuurlijk mag jij dat. Heb je ook een ring? Wat voor ring? Leuk, met een diamant erin, of zo. En waar heb ik een ring met een diamant voor nodig? Je gaat hem toch de vraag stellen? Welke vraag? De huisje, boompje, kindje vraag. We hebben het nou de hele dag over. Ik leg gewoon de tafel mooi. Verder helemaal niks, oké? Okay? Wil jij een glaasje wijn? Kijk je? Nee, niks. Je ziet er mooi uit. Dank je. Heb ik ook mijn best voor gedaan. Dat is te zien. Fijn. Weet jij wat je wilt? Wat eten betreft of... Wat bedoel je? Ik weet heel goed wat ik wil, Anton. Ik weet alleen nog niet wat ik ga bestellen. Wat is het dan wat je wil? Ik wil dat jij mij opleidt tot algemeen directeur van de zaak. Oh. Oh. Wat dacht je dan? Nee, niks. Wat dacht jij? Ja, nee, ik dacht even... omdat hoe je eruit ziet en hoe je uit je ogen kijkt vanavond... en omdat je per se met mij uit eten wou. Ik bedoel, zo ken ik je niet. Toen dacht ik even dat... Laat maar. Jij dacht dat ik je wou versieren? Nee. Maar ik dacht... Ja, dat dacht ik even. Jij wilt dus algemeen directeur worden? Maar daar heb je toch helemaal geen vooropleiding voor? Of ervaring in? Jij toch wel? Je hebt allebei. Geloof ik. En waar heb ik dit allemaal aan te danken? Nou, gewoon. Dat het woensdag is. Woensdag ga ik daar. Oh, dit lijkt me toch niet te gehakt. Express. Wij doen alles anders dan anderen. Dus daarom eten wij op woensdag expres geen gehakt. Oh ja. Maar even, sorry, volgens mij is er iets aan de hand. Er gebeurt iets wat ik niet... Wat is er? Antje wil een verzoek indienen bij de koningin. Wat? Voor... Zij wil toestemming. Om met z'n drieën te trouwen. Nou ja, ik dacht... homo's mogen toch ook? Waarom mag dit dan niet? Wat is er? Het is toch een goed plan? Ik vind het een geweldig plan. Maar ik blijf wel bij een plan. Het is in ieder geval een fantastisch plan. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik ga ervan uit dat liefde gelul is, snap je? Je kiest iemand uit voor seks of omdat je iets aan diegene hebt, ja? Omdat hij geld heeft of zo. Dus ik wil jou omdat je geld hebt? Ik heb geen geld meer. Dat bedoel ik. En wil je me dan nog steeds? Ja. Waarom nou? Waarom willen mensen andere mensen? Of is dat omdat je denkt dat ik ooit in de zaak kom en anders heel snel directeur word? Ja. Ja, dat zal het zijn. Ja, dat zal het wel zijn, ja. En waarom zou je eventueel mij willen? Kijk, de meeste mannen willen seks met me, maar jij niet.
Wat heel erg zonde voor mij is, want jij schijnt steengoed in bed te zijn. Ach, dat heb ik nooit gezegd, hè. Gewoon goed. Ook goed. Ik zou je wel willen als draagmoeder. Draagmoeder. Ja, als moeder. Jij wil mij als moeder. Van mijn kinderen, ja. Dus ik moet kinderen voor je baren. Moet niet, maar ik bedoel, dat is een optie. Ja, ja. Ja. Dat is toch geheel. Wat een gesprek. Het is wel goed dat jullie er net nog geweest zijn. Bij opa Egypte. Dat jullie hem nog gezien hebben. Een hele week lang. Nou, het is wel mooi. Het is wel geluk. Dat jullie hem nog goed kunnen herinneren. Toch? Want? Want? Het is een vak. Je belt toch ook niet aan bij het concertgebouw om te vragen of je daar volgende week het tweede pianoconcert van Mozart kan komen spelen? Dat is heel wat anders. Dat is helemaal niet heel wat anders. Dat is wel waar en dat weet je heel goed. Het enige wat een algemeen directeur moet doen is de juiste mensen op de juiste plek zetten. Goede people's manager zijn. En hij hoeft helemaal niks van de business te weten? Komt toch zo vaak voor. Al die interim bobo's. Kom op nou. Blijf nog een jaar. Werk mee. 1 jaar. 2 jaar salaris. Alles dubbel. Ook de bonussen. En dat nog los van wat je sowieso meekrijgt bij vertrek. Wat denk je? Een beetje snel. Je kan niet in 1 dag de wereld veranderen. Hoeft ook niet in 1 dag. Of in een maand. Ik ben trots op ons. Ik ook. Echt waar? Ja. Maar ik heb ook familie. Mijn baan. Dus het mag niet van je familie en van je baan? Nee, maar dat zeg ik helemaal niet. Zeg je wel? Fuck die familie. Fuck die baan. Dat vind ik. Dat moet jij ook vinden. Oké. Okay. Dan vind ik dat ook. Doe je een beetje rustig aan? Oké. Okay. Kom je nog even mee wat drinken? Sorry? Of je even mee naar binnen komt nog wat drinken. Nu? Ja, waarom niet? Is het nog vroeg? Nee. Laten we dat maar niet doen. Oh, je moet nog ergens naartoe. Nee. Maar, wat? Het zou een mop zijn. Wat zou een mop zijn? Dat jij bij mij in bed zou belanden. Het zal niet gebeuren. Dat is onmogelijk. Want? Wat? Wat is Ja, volgens Fien val ik op jongere vrouwen. En misschien is dat ook wel zo. Oh, dus ik ben te oud. Zullen we hiermee ophouden?
Lijkt me een heel goed idee. Ciao. Zouden ze in principe in wat goedkopere hotels verblijven. Schoon maar eenvoudig. En dat betalen we dan samen. Maar soms vind ik, nemen we iets met wat meer kwaliteit. Of met wat heel veel meer kwaliteit. En dan trakteer ik. En hoe vaak dat is, dat zien we wel. Oké? Okay? Ik vind het best. Is er nog iets? Wat? Ja, het is wel een beetje stom, maar... Wat? Nou, we gaan dus eventueel samen naar Australië. En dan gaan we ook samen in een hotelkamer. Dus? Nou, ik dacht, hoe gaat dat? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Doe niet zo flauw. Ik doe niet flauw, wat bedoel je? We krijgen dan dus iets. Het zou best eens kunnen. Krijgen we dat dan op reis of na een week? Eerder of later? Of krijgen we eerst iets en gaan we dan op reis? Dat is misschien wel beter. Dan komen we er meteen achter of het klikt. Oh, zo. Ja, zo. Ja. Maar... als we eerst iets krijgen, voordat we op reis gaan, dan ga je misschien opeens wel niet meer mee. Op het laatste moment of zo. Denk je dat? Dat zou kunnen. Vanavond niet. Playing hard to get. Dat is eerder jouw strategie dan de mijne. Ik ga liever naar huis. En waarom? Het was een leuke avond. Ik heb genoeg. Jongen. Ik begrijp niks van vrouwen, weet je. Gelukkig hebben mannen en vrouwen dat vaker. Geen zin om als een zus naast je te liggen. Zie het als een compliment. Ja. Sorry. Nou, je gaat er in het midden vanavond. Laat mij maar eens. Hoe vraag je dat? Thomas? Wat zou jij ervan vinden? Als wij met z'n drieën een kindje zouden maken. En Oscar is dan de vader en ik de moeder. Ik ben helemaal gek van jullie. Haal me hier weg. Je vieze heks.
niks bijzonders, maar... Nou ja, eigenlijk wel. Want vandaag worden de puntjes op de i gezet... met betrekking tot het losmaken van het verleden. Het vrijkomen van schuld, zeg maar. Nou, het lijkt mij mooi om daar samen met de familie een glas op te drinken. Om 5 uur bij mij. Is Jozef er dan al? Nou, kijk eens aan. Hoe gaat het met hem? Heb je hem gisteravond nog aan de telefoon gehad? Mhm. Wat ga jij doen? Op jacht. Altijd op zoek naar de ultieme foto. En als je hem dan gemaakt hebt, dan wat daarna? Wist jij dat er papegaaien zijn in het park hier? En die zijn ontzettend tam. Ik wist niet dat jij ook vogels deed. Nou, ik zie wel, waarom niet? En kippen? Kippen? Laat maar. Wat is er? Nee, niks, niks. Helemaal niks. Mijn excuses aan. Waarvoor precies? Voor alles, ja. Voor wie ik ben. Sorry dat jij bestaat. En ik wil het ook nog even hebben over ons. Over dat gedoe met seks en zo. Gedoe met seks. Ik wil het graag met je doen, maar dan wel waar het voor bedoeld is. En het is? Dat jij een kind krijgt. En dat we het daarom doen. Ook omdat het wel leuk is, maar vooral zodat je een kind krijgt. Je bent gek. Ik heb je net mijn excuses aangeboden. Hé, dat doen mensen. Die krijgen kinderen. Ik ga even buiten spelen. Ik ben aan het werk hier. Luister nou, als wij een kind hebben, dan wordt alles anders. Dan hebben we een gezin. Dan moeten we ervoor zorgen. Dan moet ik gaan werken. En dan moet jij voor altijd bij mij blijven. Want ik ben de vader van je kind. Hm. Klaar. Dat is het. Ja. Jij bent gek. Jij ook. Jij ook. Hé.
Maar dat zou betekenen dat we zouden gaan scheiden. Als jij naar Egypte gaat... Je zou meegaan, weet je nog? Zullen we het daar niet meer over hebben? Wat gebeurt er dan met de kinderen? Die gaan met mij mee. Dat is voor iedereen het beste, toch? Familie. Nou, kan me wel wat bij voorstellen. Ja, ik wil iedereen de pot op. Door, als die anderen zullen, kan het zo goed zijn. Weet je dat Iris en ik dat dan op een gegeven moment ook samen gaan doen? Ik meer financieel, zij juridisch. Ja, dan doe je samen de grote lijnen, beheer, beleid, personeel, et cetera. Zo even. Goedemorgen, mag ik de redactie? Doe maar de hoofdredacteur. Ja, dat mag u best vragen, maar daar geef ik alleen geen antwoord op. Zegt u maar dat u een onbekende persoon aan de telefoon heeft met een zeer belangrijke anonieme tip. Ja hoor, ik wacht. En de kinderen dan? Ja, die... Die wat? Die gaan met Youssef mee. We hebben sodemieten. Dat zijn de enige kleinkinderen die ik heb. Het gaat nou niet om jou, mam. Het gaat om de kinderen. Het gaat om het gezin. Maar jij ziet ze dan toch ook nooit meer? Ze kunnen toch hierheen komen in vakanties? Jij bent niet goed. Wijs jij! Hele generaties Engelsen zijn zo opgevoed op kostschool. Nou, die zijn dan ook behoorlijk verknipt. Ze zijn toch bij hun vader? En jij leeft hier alleen? Alleen maar bezig met de zaak? Ja, ik weet het ook niet, mam. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet doen. Youssef is gewoon veel beter met die kinderen. Iedereen is beter met die kinderen. Laura die komt oppassen en alles loopt op rolletjes. En ik ben nog geen 5 minuten neem ik het over. En het hele huis stort bijna in. Ik heb het geprobeerd en ik ben er gewoon verrotte slecht in. Ik ben gewoon geen moeder. Ik ben het gewoon niet. Waarom niet? Waarom ben jij geen moeder? Jij bent mijn dochter. Waarom ben jij geen moeder? We kunnen toch eens praten? We praten nu toch? Ik bedoel het anders. Ik wil er de tijd voor nemen. Maar ik kan bij je langskomen. Of jij bij mij. We kunnen nu meteen wat afspreken. Heb je agenda bij je? Ik ben mijn agenda kwijt. Morgen heb ik een nieuwe. Oh. Dan bel ik je morgen. Het zal wel ouderwet zijn, maar ik vind dat kinderen moeten worden opgevoed door de moeder. Door de vader ook, maar zeker door de moeder. Ze heeft gewoon niet het gevoel. Ja, wel voor de kinderen, maar niet voor alles wat daarbij komt kijken. Ze heeft er gewoon het geduld voor, denk ik. Ik vind het echt heel goed. Alles verandert en dat waarschijnlijk ook. Vader doet gewoon de kinderen en de moeder gaat voor de baan. Prima toch? Maar ik zou ook wel een vette baan willen hebben met alles erop. Maar ik heb het eigenlijk gewoon helemaal geen interesses. Misschien is ze niet geboren voor het moederschap. Ja, gewoon mens. De winter. Heb ik te veel? Ja, één moment. Mam. Mam. Ik weet niet wie het is. Laat mij alles even. Esther de Winter? Oh,
goed. Ja, van welke krant bent u? Ja, doe maar. Ik weet het. Hoe komt u aan die informatie? Een momentje. Is de pers. Jongens, stil eens even. Is de pers. Ze willen weten waarom we 2 miljoen euro betalen aan de familie Arendsson.